dat vind ik heel lastig. Veel views met veel kritiek. Dan toch geen kritiek en minder views. Dan veel views en veel kritiek. Ja, dat heb ik sowieso. Ik krijg altijd kritiek over me heen. Dus, Denk toch veel views en veel kritiek. Omdat ik denk dat ik tegenwoordig wel wat beter tegen kritiek kan. En goed kan onderscheiden van oké, wat vind ik belangrijk? Waar kan ik iets mee en waar niet mee? Maar het zou wel heel, heel heftig zijn, denk ik. Nou, ik vind heel veel kritiek helemaal niet heel erg. Want van kritiek kun je ook heel veel leren. Dus ik ga toch voor de views en heel veel kritiek. En dan vanuit het kritiek gewoon nog beter worden.